Perrine schrijft maandelijks een column over huidverzorging in de weekendkrant De Groene Venen. In de column van deze maand vertel ik over voeding met betrekking tot de huid. Dat voeding heel veel invloed heeft op de huid, dat weten eigenlijk de meeste mensen wel. En je kunt het ook bijvoorbeeld zien bij acnehuiden. Vaak als we die binnenkrijgen zeggen de mensen, oh, maar ze eten veel chocola of patat of nou, noem maar wat op. Het is niet zo dat je door voeding huidklachten krijgt. Het is wel zo dat mensen op voeding kunnen reageren, waardoor huidklachten kunnen ontstaan. Dus dat is eigenlijk wel een iets andere invalshoek. Maar als je gewoon goed eet en gezonde groenten pakt, dan heb je gewoon heel mooie resultaten op de huid en gaat je huid zeker van binnenuit al stralen. Wij noemen dat de zogenoemde beauty triangle, de inside, de outside en de sun beauty. Dat is eigenlijk ons beauty concept. De outside beauty is natuurlijk de verzorging, wat je aan de buitenkant doet met de juiste verzorging. De inside beauty is je voeding en de sun beauty zijn dingen doen die je leuk vindt om te doen. Gezonde voeding is heel essentieel, wat ik al zei. En op het moment dat je wat extra van je lichaam verwacht, mag je eigenlijk ook wel wat extra aan je huid geven of aan je lichaam geven. En wij doen dat in betrekking tot voedingssupplementen. Er zijn heel veel soorten voedingssupplementen op de markt. Een van de supplementen die op dit moment heel veel spelen is bijvoorbeeld de Cell Extra. En dat is een supplement op basis van groene thee. En dat is een hele sterke antioxidant. Maar antioxidanten kan je bijvoorbeeld ook heel goed halen uit je groenten. Maar uit welke groente kan je dat nou halen? En dat vond ik eigenlijk een heel interessant stuk. En alleen daarvan heb ik contact opgenomen met Mart Gillis van de culinaire huiskamer in Vinkeveen. En hij weet heel veel op het gebied van groenten en van de gezonde groenten. En daar gaan we nu wat meer over vertellen. Het is eigenlijk heel belangrijk dat we weer terug naar de basis gaan. Hè? Want we zijn door de jaren heen toch wel heel veel verloren. En nu zijn we heel erg afhankelijk geworden van wat het aanbod is op het gebied van supplementen en superfood. Maar het is heel makkelijk. Het zit eigenlijk al in hele simpele producten, net als bijvoorbeeld een knolselderij of een broccoli of een pompoen. En in de haast en de drukte en het gemak zijn we eigenlijk niet meer bereid om daar zelf nog mee aan de slag te gaan. Dus dan gaan we toch allemaal voor gemaksproducten of producten die inderdaad al voorgeschreven in een verpakking zitten. Maar we kunnen heel makkelijk wat meer tijd en aandacht besteden aan gezonde voeding door daar zelf gewoon meer en bewust mee bezig te zijn. En ook biologische producten die je nu heel veel op de markt ziet, die belangrijk zijn geworden. Want als je nou zelf gewoon iets van groente wil klaarmaken, hoeveel tijd moet je ervoor uittrekken? Want het is meer vaak het idee Klopt. Dan de tijd dat je er werkelijk mee bezig bent om het schoon te maken. Ja, je hoeft eigenlijk maar 10, 15 minuten denk ik aan de groente te besteden. Want heel veel groentes die vroeger allemaal geblancheerd of gekookt werden, waardoor je ook nog eens een keer met het kookvocht alle grondstoffen en de smaakstoffen en de mineralen en de vitamines wegspoelde. Die kunnen we nu allemaal roerbakken en het is heel simpel. Je hoeft alleen maar even het steeltje of even het kopje eraf te halen of even door te snijden of de pitjes of de zaadjes eruit te halen. En je zou al heel snel met stoven of met bakken of roerbakken zou je heel snel de groente klaar kunnen maken. En je hebt de volledige smaak en je hebt ook nog de bijt erin. Nou ja, eigenlijk kortom komt erop neer. Je kan relatief simpel, gezond eten in een kort tijdsbestek. En je zorgt ervoor dat je huid gewoon heel mooi eruit blijft zien. En dat je gewoon in totaliteit gaat stralen. En dat je je veel fitter blijft voelen. Volgende maand behandelt Perrine een nieuw onderwerp.